Dit is het Meteo Alblasserdam weerbericht met Sebastiaan van Herk. Goeiedag. Ja, de lente die laat zich eindelijk van een goede kant zien. Dat is natuurlijk al een aantal dagen het geval en er gaan meer dagen volgen. Zometeen ga ik vooruitblikken op het weerbeeld en de temperaturen die we de aankomende dagen kunnen verwachten. Maar allereerst natuurlijk nog even kort het weer van vandaag. Volop lenteweer. De zon deed uitstekende zaken en de temperaturen. Daar was natuurlijk niet heel veel mis mee. Wel een stevige wind die het voor het gevoel iets frisser maakte. Nou, het weerbeeld van vandaag werd gunstig beïnvloed door een toch wel best wel sterk hoge drukgebied met kern. Boven het Verenigd Koninkrijk. En dat zorgde dus vandaag voor prachtig lenteweer. Een dag dus met veel zon, droog weer. En dat leverde natuurlijk ook weer fraaie foto's op. Nou goed, ook van bovenaf zag het er allemaal redelijk schoon uit boven Nederland voor wat betreft de bewolking. Opname van vanmiddag. En dan zien we in ieder geval hier in Nederland liggen. En dat ziet er allemaal prachtig uit. Een beetje sluierwolken zo hier en daar, maar dat mocht de pret niet drukken. De zon had alle ruimte. Dat was in een groot gedeelte van in ieder geval in onze omgeving het geval. En ook hier natuurlijk boven het Verenigd Koninkrijk lag toch wel volledig in de zon. Dus eigenlijk een best wel omvangrijk gebied met zonneschijn en bewolking. Dat bevindt zich onder andere veel verder naar het zuiden en ook naar het zuidwesten. Maar goed, met veel bewolking. Dat ligt allemaal ver bij ons vandaan. Nou goed, dan de temperaturen en ook wat gegevens van vandaag. In ieder geval vanaf ons eigen meetpunt. Groot verschil tussen de maximum en minimum temperatuur. De start vanochtend was opnieuw aan de koude kant met temperatuur in de buurt van het vriespunt. Maar vanmiddag was het zeer zacht met temperatuur iets boven de 15 graden maar liefst. De wind die was wel nadrukkelijk aanwezig. Die waaide vandaag uit het noordoosten. Was matig tot vrij krachtig. Kracht 4, soms even een kracht 5. Met een hoogst gemeten windsnelheid die rond de 40 km per uur lag. En het is verder ook droog gebleven. Dan gaan we vooruitkijken. Allereerst natuurlijk het weer voor de aankomende nacht. Dan verandert er weinig. Het is vrij helder tot helder. Het blijft droog, maar het koelt opnieuw flink af. Dat betekent dat we toch alweer een koude nacht kunnen verwachten. Met op veel plaatsen boven land temperaturen die weer gaan dalen tot in de buurt van het vriespunt, voorstandig rond. En ook in de Alblasserwaard zien we minima van zo'n plus 2 graden. Dat is dus toch alweer een wat koude nacht. Nou, de wind komende nacht zal uit het oosten tot noordoosten waaien en is erbij slechts zwak of hooguit matig. Dan het weer van morgen overdag. Ook dan ziet het er goed uit, al verwacht ik dat we wel iets meer bewolking kunnen verwachten. De zon schijnt morgen, het wordt opnieuw een fraaie dag. Verder komt bewolking voor. In de loop van de dag mogelijk vanuit het oosten en noordoosten aanvoer van even wat meer bewolking. Maar goed, al met al genomen opnieuw een prima voorjaarsdag. Het blijft overal droog en de temperaturen start vanochtend nog wel eventjes aan de koude kant. Maar in de middag dan is het opnieuw zeer aangenaam met bovenland temperaturen weer op veel plaatsen. Zo tussen de 13 en 16 graden. Dus de temperatuur ook morgen eigenlijk gewoon helemaal niets mis mee. En de wind morgen komt uit het oosten tot noordoosten en zal daarbij veelal matig van kracht zijn. En als we verder vooruitkijken, dan zien we dat het lenteweer voorlopig blijft aanhouden. Want na het weekend is er alleen maar zonneschijn. Slechts een klein beetje bewolking nog, maar de zon doet uitstekende zaken. Daarbij blijft het droog. Het is nog een klein beetje onzeker hoe lang. Maar het zou wel eens na halverwege de week, zo tot en met donderdag, dan is de kans op neerslag allemaal behoorlijk klein. De nachten die worden geleidelijk minder fris en de temperaturen overdag gaan er juist verder op vooruit. En dan gaat het op uitgebreide schaal tussen de 15 en 20 graden worden. En dan is het echt fraai lenteweer. En de temperaturen, ja, daar is ook helemaal niets mis mee. Die zijn eigenlijk gewoon hoog voor de tijd van het jaar. Alleen maar lenteweer dus. Nog een prettige dag.